Deze nieuwsuitzending die gaat over dag 19 droog. Want ik zag dat die andere uitzending over dag huppeltje pup droog, die worden toch wel bekeken. Je moet nog even een thema hebben. En ik denk dat het wordt: ik voel me zo vrolijk. Ik voel me echt een million dollar. Waar het nou van komt? Ja, ik ben ook gestopt met tabak. En er staat toch voor dat je dan... daar word je chagrijnig van. En dan krijg je opvliegers. En je bent niet te genieten voor je omgeving. En... sorry, ik moet even een boertje water. Maar daar heb ik helemaal geen last van. Ja. Ben er nou eens een dag... 19 dat ik dan droog sta qua alcohol, dat is toch al bijna 3 weken. En van de bak is het dan iets minder, zo. 7 plus 5, dag 14 of zo. Geen tabak. Ongeveer. Nee, iets minder, misschien dag 12 geen tabak. Ik heb het niet precies bijgehouden. Ik sprak Mira van de week, die belde zomaar even op via Skype, maar heel gezellig. Even lekker kletsen, bessen. En ja, Mira ken ik ook alweer een paar jaartjes hoor. En die heb ik ook in het echt gezien. Voor het eerst in 2012. In Duitsland. Bij een conspiracy bijeenkomst. Sietse Planting leefde toen nog. Die, ik weet niet of je dat kent, dat verhaal. Die is helaas overleden. Een hartaanval tijdens een zwemavontuur of zo. Ik weet het niet precies. Het is ook niet zo belangrijk. Het vervelende is dat hij dood is. Dat vind ik erg. Serieus, erg. Fijne fan. Ex-militair. Ja, nou, als ik er weer over nadenk. Ja, ik voel me dus hartstikke vrolijk. Maar niet als ik denk aan Sietse. Die dan dood is. En daar heb ik Mira voor het eerst live gezien. En haar 2 kinderen. Nee, die kinderen waren er toen ook bij. Ja. En later nog een keer gezien bij die grote conspiratieman Martin Vrijland. Dat was met oudejaarsavond. Dat was leuk. Zo heb ik daar genoten. En gesopen en gebloot. En Martin die kan lekker drummen. Dat is echt leuk. Het is een leuke oudejaarsavond. Dat was Mira ook. En ik ben ook een keer met Mira thuis geweest. Dat was ook heel gezellig. Pizza gegeten. En dan mochten we binnen roken. En ze zei ja, totdat de kinderen thuis komen. Die kwamen dan van school. En dan moest je roken op het balkon. Ja, van enkel. Nee, natuurlijk. Heel leuk. En de Mira was ook gestopt met roken. Of hij was gestopt met roken. Ze had nog, oh ja, ze was er nu met die namaaktabak en dan rookte ze nog wel een wietje. Die knesten meuken, die kruiden dingen. Maar dat is mij de moeite niet waard. Laat me zitten. Ik heb het al eerder gedaan hoor, om de streep er doorheen. Afgelopen, klaar. Nou, nu dus ook. Ik weet het alweer, ik wil het ook niet over hebben. Als ik weer aan die wiet ga beginnen, ja, one step into the grave, man. Hetzelfde geldt, dus, denk ik, nou, toch maar even een pakje check erbij. Ja. Dan kan je weer van vooraf aan beginnen. Het kost alleen maar geld. Hè. Ik vind het zo wel best, echt heerlijk. Elke schoonmaken.
nu de strijd aangebonden met echt de zwaarste vetverontreiniging in de keuken. Achter het gasfornuis op de grond. Wow. Ik had er al vaker naar gekeken hoor. En dan denk ik, jeetje. Dat is vies. Ik denk dat dat nog was van die vorige bewoners. Toen was het al begonnen met aankopen. Ik ben vanmiddag even boodschappen wezen doen. Er was zo'n super ontvet middeltje gehaald. Was niet eens zo duur. €2,80 of zo. Ja, ik zit dus momenteel echt zwaar in de financiële... Wat is ook weer? Down and out. Dire straits op zijn Engels. Moet heel zuinig. Dat vind ik ook niet erg. Als alles goed gaat, krijg ik binnenkort arbeidseinsatz van hier de gemeente Arnhem. En dan een redelijke, nou, vond ik wel een redelijke vergoeding per maand. Voor de huur en dat je een beetje kan eten. Daar heb ik lekker de zorg in. Hoop ik. Ik hoop dat het goed afloopt. Maandag krijg ik een nieuw ID-bewijs aanvraging. Dat heb je ook nodig voor je uitkering. En ik had geen geld om dat te betalen en... Die lieve vrouw van de UWV of zo. Die zei, nee, dat is geen probleem. Ik krijg je een machtiging mee. Oké. En dan weer een week later, dus dan hebben we het over... De maandag is 29, en dan is het dinsdag 30. Woensdag 1. Dus dan heb ik dinsdag 7... mei dan moet ik de spullen inleveren. Dan neemt zij het in behandeling en dan hoor ik het wel. En dan moet ik dus mijn ID-bewijs laten zien en dat heb ik dan inmiddels binnen. Ja, ik denk wel dat het gaat lukken. En helemaal gaaf. Ik heb zo'n gigantisch goede wekker. Dat is een Sony Dream Machine. Als je een goede wekker wil, de Sony Dream Machine. Een prima geluid. Ik gebruik die radio dan niet. Er zit zo'n antennekabeltje aan en die heb ik eraf geknipt. Want ik hou niet van die radio, gaat er weg. Er zit een enorme harde beepset erin. En die begint in eerste instantie nogal vriendelijk, zo diep, diep, diep of zo. Maar als je dan niet reageert, dan gaat hij biepiede biep, biepiede biep, biepiede biep. Als je dan nog niet reageert, dan gaat biepiede biep, 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 biep. Ja, dat is een heel goed apparaat. Goede wekker wil, Sony Dream Machine. Japanse makelij, maar duchtig. En zo fijn is hij zo makkelijk te bedienen. Dus je hebt die handleiding heb je niet echt nodig hoor, dat snap je vrij snel. En er zit zo'n knopje op, hè? Dan kun je het alarm uitzetten. Dat moet je dus morgens weten te vinden als je je bed uitgaat. Dat knopje dat is dermate goed verborgen, zeg maar, dat je niet bang hoeft te zijn dat je met je slaapdronken hoofd dat eventjes slaapwandelend doet ofzo. Terwijl je nog ligt in bed moet doen. Dan zit een hele grote snoersknop zit erop. Dan krijg je, weet ik veel, 5 minuten respijt en dan begint hij weer. Dat is ook wel leuk. Ja, en als je dan het ding van het alarm afhaalt en dan weer op alarm zet, dan zie je gelijk de alarmtijd staan. En dan heb je een tuimelknopje en dan kan je mee naar voren en naar achteren zetten. Of je links draait, gaat hij naar achteren, naar rechts, dat gaat hij naar voren. En het leuke is dan, er is goed over nagedacht. Dat als je dus, je moet een stukje naar voren, zeg maar een paar minuten naar voren bijvoorbeeld. Hè? Een paar minuten later, sorry. Dan moet je dus naar rechts en dan gaat hij zo 1, 2, 3, 4, zo'n blok en de minuten dan. Hè? Maar als je hem alsmaar naar rechts ingedrukt houdt, uiteindelijk gaat hij er blok. Dus je hebt hem zo 2 uur naar voren of weer 2 uur naar achteren. Erg goed over nagedacht.
Niks, geen ingewikkelde toestanden met een knopje om de uren te verplaatsen en een knopje om de minuten te verplaatsen. Nee, ben jij een maf. Maar één kantelknopje. En wat wilde nou het toeval, is dat het kantelknopje nog maar één kant op werkte. Dus dat euvel was al een tijdje terug ontstaan. Maar ja, ik zat lekker te suipen als de eerste beste kapelaan. Dus ja, mij interesseerde toch helemaal niks. Dus ik kon alleen maar de alarmtijd naar achteren verzetten. Dus als ik een uur later wakker moest worden, dan moest ik de hele 24 uur klok moest ik door. En die heb ik vandaag gerepareerd, Hurt. Ja. Ik had nog van die contactspray. Ik zou het toch even proberen. Eerst heb ik nog geprobeerd om dat ding open te schroeven. En dat lukte niet, zo 1, 2, 3. Toen bleek dat op internet er filmpjes staan waarin uitgelegd wordt hoe je zo'n Sony Dream Machine eventjes uit elkaar schroeft. Erg handig natuurlijk. Maar er waren andere modellen en ik had het idee dat die jongens niet echt van plan waren om hem weer in elkaar te gaan zetten. Ik wilde hem niet kapot. Dat heb ik maar niet gedaan. Toen dacht ik, nou kom, ik probeer het even met die contactspray. Een beetje links, een beetje rechts, een beetje ernaast. Een beetje van bovenaf lopen pielen. Nou, in eerste instantie hielp dat niet. Denk ik, ja, nou, dat hielp niet. Maar een paar minuten later, denk ik, probeer het nog even. En toen was het inderdaad een beetje ingetrokken. En toen ging hij al half sputterend, deed hij het weer. Ik denk, oh, dit was goed. En nu net heb ik het weer geprobeerd. En nou werkt hij weer net als van ouds. Dat is een wekker van 9 jaar oud. Hè? Kijk, maar dan gaan we praten. Ik weet niet wat zo'n ding kost. Even kijken hoor. Dan moet ik even hier klikken. Gewoon even reclame. Het is toch een goede wekker. Dus als je hem niet meer hebt. Even kopen. Sony 3 machine. Ja, dan kan je ze via Marktplaats. Dan kan je, nou, tweedehands of zo. Maar dan heb je hier eentje. En die is dan. Dat is ook van Sony. Oké. Okay. Die zijn dan iets van 30 euro. Kost dat ding. Voor mij heb ik hem voor minder gekocht. Hier. Dit lijkt me. Oh nee, dit is een Soundlogic. Ziet er een beetje hetzelfde uit. Ja, zo, nou, laten we zeggen 3 tientjes. Nou, over 9 jaar. Die 3 euro per jaar, dacht ik. En counting. Want hij gaat voorlopig niet kapot. Oh, en dan zie je hier de. Welke is dit dan? Beslist.nl? Oh, dan moet je hem in Duitsland kopen. Dan heb je dat allernieuwste model, dan heb je 24,95 euro. En nog goedkoper uit, echt toffe wekkers. Ja, kijk, dat soort dingen ga je dan helemaal verdieren. Hè? Ja, je staat hartstikke droog, dus waar moet je dan mee bemoeien? In plaats van je zorgen te maken over opentot.nl, want je moet nog bier hebben. Je gaat verdammen, alleen de Albert Heijn is nog open. Helemaal dood. Oh, en een ander goed bericht. Het Facebook heb ik gemeld. Dan doe ik er een post op en dan pats, even later is die platen. En dan heb ik een testje gedaan en dan blijkt dat zowel Hendrik Worst als Lieneke als Guido, dan een vriend van mij. Hendrik Worst is familielid van mij. En ik had dus opgezet, weer een test, wie kan dit artikel zien op Facebook? Bij mij is elk bericht van mij binnen een paar seconden verdwenen. Nou, Hendrik Worst heeft gereageerd, familie van mij. En Lieneke, dat is zo'n Facebook vriendin.
Die houdt ook van Bijbellezen. En Guido, dat is een jongen die ik al heel lang ken. En die hebben ze allemaal gezien. En Yvette, die ken ik net de kroeg. Dat hebben we ook gezien. Dus kennelijk is dat weliswaar voor mij dan zo'n Facebook ding platen. Maar die mensen, die kunnen die dus wel nog zien. Nou. Dat is interessant. Weer een meevaller. Ja, en het andere ding is, de koning is dus, de verjaardag van de koning moet gevierd worden. Ja, normaal gesproken was ik er ongelooflijk chagrijnig over geworden. En nu denk ik van, wacht, ja. Ja, normaal gesproken was ik daar ontzettend chagrijnig over geworden. Wat een herrie, man. Ongelooflijk. Dat was vanmorgen, dat ik hoorde zo doeken. Dat krijgen we nou. Ik probeerde zo te bepalen waar het vandaan kwam, want ik ging ervan uit dat het hier in het flatgebouw ergens moest zijn. En ik kon het niet bepalen waar het nou vandaan kwam. Hè? Dus ik dacht, jeetje man, die vent zit dus twee portieken verderop. De oetje. Arme mensen die er vlakbij zitten. Toen liep ik even naar de keuken. Toen kwam het dus helemaal niet vanuit de flat. Het kwam van buiten. Meneer de DJ was even aan het proefdraaien. Ik denk, wauw, dit is wel leuk voor vanavond. Ja, en inmiddels is het losgebarsten. Oetje. Terwijl het was de vorige week was het Pasen. Hé? Dat was ook eens een pokkerrie. Ja, dat hield tenminste om 9 uur op. Dit gaat door tot 12 uur vanavond. Want ja, het is de koning, tot verrekening. En die man die heeft er zelf helemaal geen last van. Die zit lekker in Paleis Soestdijk of de Drakenstein. Of, misschien zit hij wel in zijn villa daar in Griekenland. Ja. Met zijn drie AAA-dochters. Zit nou met opzet dat u de dochters een AAA noemt, van de zin van ik heb een batterij dochters. Het zijn wel kleine batterijtjes hoor, AAA. Dat maakt me nou helemaal niet uit. Het is toch wel happy hoor, toch wel lekker. Minder gestrest ofzo. Terwijl ik toch denk van ja, van al die wiet, daar word je toch super relaxed van hè. Nou, je hebt wel helemaal nergens last. Wel lekker boodschappen gedaan. De slager was dicht, dat die kut. Maar we helemaal niet chagrijnig. Dan ging ik even naar de toko, heb ik van die soepjes gehaald. Was leuk, man. En een zakje Hindoestaanse curry. Een zakje curry, dat was maar 80 cent. Kijk, dan gaan we praten. Hè? Toch zo'n heel. Ja, daar kun je wel een lange tijd mee doen, man. Want mijn dochter die komt dan binnenkort een tortilla eten. En ik dan geïnformeerd, want ja, in een tortilla kan je van alles flikkeren. Dus, ja, zei ze, dat vind ik dan wel lekker met paprika, vind ik lekker erin, en curry. En dan dat kruid zonder blaadjes van die lange stengels en dat begint met een K. Ik denk, ja, dat kan geen koriander zijn, want daar zitten blaadjes aan. Ik zeg, en dat begint met een K? Ja, zei ze, je kent dat wel, van die sprietjes. Ik zeg, oh, bieslook. Ja, zei ze. Ik zeg, ja, dat eindigt op een K. Oh ja, zei ze. Nou, dat bedoelde ik dus. Ja, de communicatie tussen mij en mijn dochter gaat beter en beter en beter. Maar die wilde dus curry erin. En ik had hem wel wat currypoeder liggen, maar ik denk, kom, ik haal die Hindoestaanse, dat is wel lekker. Hindoestaans, Surinaamse curry. Ja, je kent die zakjes toch wel, die rode letters erop. Zo. Ja, hij zat dus in die toko. En ik had ook drie van die zakjes, van die dinges soep, van die mi-hoen soep of zo, mi-soep. Ja, met garnalen smaak. Er zit ook geen garnalen in. Het is gewoon garnalen smaak. Onder voorbehoud
garnalen smaak genoemd. En dan kan je niet de keuringsdienst van waren over je heen krijgen. Maar die vind ik wel lekker hoor. Ik doe ze zelf een beetje oppimpen. Zo. Dat is ook iets anders dus. Hè? Dat met dat hele goedkope leven wat ik nu, wat er gewoon aan gaat komen. Sorry dat ik gewoon zei, maar hoe het ook went of keert, maar voorlopig wordt het geen vetpot voor Bolken de Beer die hier zit hoor. Ook een beetje wennen. Zo. Zo'n soepje, hè? Wat ik dan doe, zo'n soepje, dat kost me dan hier bij de toko 65 cent. Nou, dan doe ik daarin een klont margarine erbovenop. Ik breek, die mie zit erin, die breek ik even in stukjes en dan past die mooi in zo'n kommetje. Er zitten van die zakjes met kruiden zitten erbij. Nou, knip ik niks open. Die gaan er ook overheen. Dan een klont boter erbij. Dan doe ik er nog een scheut slaolie. Want die hele goedkope olie heb ik. Doe ik ook nog bij. Dan heb ik hier van die pepertjes liggen. Van die lekkere rawietachtige apparaatjes. Daar heb ik er een stuk of 10 van gekocht. En ja, dat kostte 15 centen. Ja, ik schrok me kapot, man. Zal ik een check uitschrijven? Is er even met de bank bellen? Van ja, ik moet 15 cent voor een handje peper, schat er weer. Nou, zo'n pepertje. En dat doe ik heel simpel met de schaar. Gewoon knip, 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 knip. En dan tot aan het stokje. En de rest er allemaal in. Beetjes, vruchtvlees. En dan een scheut heet water erop. En dan doe ik er een klein bordje bovenop. En dan schuif ik dat hele apparaat in de magnetron. En die doe ik op de warmhoudstand. En dan laat ik hem rustig 8 minuten in de magnetron op de warmhoudstand. Nou, dan slaat de magnetron slaat af. Dat ding is nog loeiheet. En dan laat ik het lekker nog 10, 15 minuten staan. Het is toch te heet om het uit de magnetron te pakken. Maar dan is die mie zo helemaal opgezwollen. Oh man, dat is lekker. Oh ja, en dan voordat ik hem dan ga verorberen, knikker ik er op het allerlaatst dus een ei in. Dan heb je zo goed als een rauw ei. Dat idee moet je misschien even aan wennen, maar het is wel lekker hoor. Gewoon zo'n ei erin. En dan goed door elkaar heen klussel. Dat het ei geel en ei wit helemaal er doorheen zit. En dat naar binnen lepelen. Oh, dat is lekker. Omdat je toch dan die noedels binnenkrijgt, dan heb je nog een redelijk gevulde maag ook. En ja, aan de smaak is het, ja, de smaaksensatie is heerlijk. En dat ei, ja, die proteïne die gaat direct naar binnen. Als je een gekookt ei eet, dat is ook wel goed. Maar dan is dat eiwit, de proteïne, dat is al gedenaturaliseerd. Ja, dan heb je niet meer zoveel voedingswaarde. Nee. Ik was naar de slager gelopen om varkenslever te halen. Dat kost er ook geen drol. Die maken daar zelf worsten van, dus die kopen massa's van die varkenslever. En dan maken ze Hausmacher en Berliner en zeg het maar. De eerste keer dat ik daar kwam voor varkenslever, dan keek die mama zo aan van, oh, dit bestelt nooit iemand hier. Maar dat was geen probleem, hij zei, dan moet ik even naar achteren lopen. Had ik 2 ons of zo, 3 ons, voor heel weinig geld. En in de varkenslever, daar zit veel vitamine in, by the way. Omdat het een lever is. In een ijsberenlever zit zoveel vitamine dat je daarmee op moet passen. Daar kan je wel eens hele vervelende consequenties van krijgen. Want vitamine is dan wel leuk, maar dat moet je niet overdrijven. Ik had gisteren al even gekeken naar recepten van varkenslever.
Maar die vond ik niet echt inspirerend vergeleken met de trucjes die ik al kende. En een pot bruine bonen heb ik gekocht. Die vond ik wel, dat was wel, en dan zit je heel erg op die prijzen te letten. En dan heb ik een, was bij de Albert Heijn. En daar lag dan zo allemaal voorverpakt natuurlijk. Twee schouder carbonades. Dus was het dan €2,39 of zo. En dat kostte dan per kilo. Wat was het? €5 of zo. En dan lag er ook van die spekjes. Van die speklappen. En dat was dan €2 meer per kilo. Ja, die dacht ik, nou breek mijn klomp. En ik was dus van plan om iets lekkers te maken met uitgebakken spekjes. Ja. En dan een pot met, wat weet je spul, die achar. Zo. En dan rijst en dan bruine bonen. Dat is lekker hoor. Dat is een pot achar, die had ik al zien staan met de toko, dat kost geen doel. Dat was een grote pot, dat gaat heel lang mee. Tenzij het allemaal opeet natuurlijk, maar dat is best lekker spul. En dan is dat witte kool met curry en is dan gewoon ingemaakt. Oeh, de witte rijst, bonen, uitgebakken spekkies. Oh, meer, dat is lekker. Maar ik ga toch niet bij de Albert Heijn dat betalen voor spek. Even vragen bij die slager hier, want die ervoor rekent. Hey, al met al, het was een prima dag vandaag. Twee frikandellen gekocht bij Emiel Ratelband, zijn zoon, zijn zaak. Voor €1, twee frikandellen. Hoppakee. Kom maar nog in een papieren zakje ook nog. Aardige bediening hebben ze daar. Leuke tent toch? Kom ik graag. En ik ben nog niet gestopt met vlees eten. En trouwens, als je frikandel eet, moet je ook niet denken dat je vlees eet. Dat is meer het idee. Gewoon frikandel met vleessmaak. Nee, dat kan je als Mohammedaan, kan je daar nog een rustige frikandel naar binnen slaan. Dat moet echt niet bang te zijn dat daar aanzienlijke hoeveelheden varkensvlees in zitten. Maar ze smaken lekker. Die frikandel overlangs open gesneden. Ik had het uitje gehaald. Gisteren al gedaan. Nee, een paar dagen geleden. Uitje gesnipperd. We hebben een frikandelletje speciaal gemaakt. Van die grote flessen, de allergoedkoopste mayonaise, de allergoedkoopste ketchup. Ja, momenteel hebben we. Ja, we zitten bijstandsmoedertje aan het spelen. Hoeveel per dag kan ik eten? Want binnenkort moet ik het toch echt doen van €15 per dag. Buiten dat mijn vaste lasten en allemaal afhaal. Nou, ook €15 per dag over. Schat ik zo'n beetje. Ja, en als je dan voor een paar euro per dag kan eten. Nou, ook misschien een tientje per dag over. Kijk. Maar dan heb ik dus €70 in de week over. Snap je? En dat is dan toch, ja, toch meer dan €200 in de maand. Ja, dan kan ik nog een keer op bezoek bij mijn moeder in Almere. Niet dat ik daarop zit te wachten. Maar er zijn van die bezoekjes, daar kan je niet onderuit. En, ja, dat een beetje zielig zijn om tegen je moeder te zeggen, ja, ik heb geen geld, ik kan niet komen. Is ze ook even teleurgesteld in haar zoon, die landbouwkundig ingenieur is. Dat ze er toch wel wat meer van verwacht op haar oude dag. Nee, heerlijk. Ik voel me echt zo zalig. Oh, wat fijn dat ik deze beslissingen genomen heb. Dus stoppen met alcohol, stoppen met wiet.
stoppen met tabak. Ik was al gestopt met koffie. Ik ben ook van de weersomstuit maar gestopt met suiker. Oh, ik heb nog wel een beetje zondig. Het zijn zo'n roomboter dingenstaaf gekocht. Ja, dat zit ik wel helemaal. Dat gebakken ook weer. Bladerdeeg. Bladerdeeg en dan de binnenkant is dan iets met spijs. Ja, die was maar 1 euro. Het ding was toch meer dan 30 centimeter lang. Die lag bij de Plus de supermarkt. Ik denk, ja, dat laat ik niet liggen. Maar zo s'avonds, ja, omdat je niet rookt en zo. Ja, dus zo s'avonds, dan denk je van, nou ja, ik lust nu maar wat. Dus vanavond, het is nou 9 uur. En die pokkenherrie, die gaat nog 3 uur door. Dus. Ik ga straks lekker aan de. Wat was het? Ik denk iets vanwege de Pasen of zo. Hè? Eten mensen dat met Pasen? Ja, inmiddels is het geen Pasen meer, dus die wordt gedumpt voor 1 euro. Ja, kom maar op. Ons benzine hoor. Zal mijn tijd wel uitduren, snap je? En die andere beslissing die ik genomen heb, is dat ik gekapt ben met dat hele ondernemersgedoe en vechten tegen de bierkaai en aju paraplu. Geen zin meer om te werken voor al die jonge mensen die het zo hoog in de bol hebben. En, ja, kan dit niet ook nog? Ja, ik vind dat wel moeten, ik vind het wel moeten kunnen en ja, het moet wel kunnen hoor. Snotneus. Ja, ik bedoel, er zijn maar niks aan nadelen van die lui. Die moet het ook wel lekker aanzetten. Maar het is mijn. Het heeft niet meer mijn ambitie. Ja, dat is het eigenlijk. En die klanten moeten maar lekker naar een ander gaan. Ik breng ze onder bij een bedrijf wat het ook kan. Je zal er wel blij mee zijn, die krijgt die omzet erbij. Is ook niet veel hoor. Ik hoop dat hij het doet voor die poen. Maar ja, dat moet hij zelf maar weten. Als hij ze laat zakken, dan neem ik ze wel weer terug. Dan heb ik dat weer uit te leggen aan de soos. Oh, kruin. Ik word denk ik de meest vreemde uitkeringstrekker die ze ooit hebben gehad. Ik zei nog tegen die vrouw, kan ik niet onder toezicht geplaatst worden met een bewindvoerder ofzo? Dus dan kan ik op zich door blijven factureren en alle poen die ik binnenkrijg, die gaat de linea recta naar de soos. Zat ze me aan te kijken. Oh, dit hebben ze nog nooit iemand voorgesteld. Nee. Als ik mijn kranten niet in de stel, als dat niet lukte, zelfs ik niet over kan dragen. Ja, iemand moet er voor die mensen zorgen. Wat is dat nou? En die poen, dat maakt me niet uit. Dus, lekker alles op zijn tijd en lekker rustig. Ik heb dagen gehad, ik heb jaren gehad en reed ik 40.000-50.000 kilometer per jaar dus. Ja, ha 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 ha. Daar heb ik echt geen zin meer in. Nee, het was dit jaar. Er was een studiegenoot van mij, Vulko, en zijn broer had ALS of zo, en zijn vrouw die werkt in de allopathische medische industrie, er was een ALS bijeenkomst, subsidietoestand. En er werden allerlei mensen uitgenodigd van de afdeling van de studentenflat destijds, waaronder ik. En Nico kwam ook, dat vond ik ook leuk. En Kees kwam ook, met zijn vrouw en Patty, en die ken ik dus ook, want die woonde er ook.
Ik denk, ja, al die mensen weer even zien, vind ik wel leuk. En Nico heeft een leuke vrouw, Teresa, die komt uit Peru of zo. Nou, Vulko is een leuke peer. Nou, zijn vrouw Yvonne ook. Maar ik denk, die wandeling en zo. Dat, nou, sorry hoor, maar dat heb ik geen zin in. Nee. Maar na afloop zou een lunch zijn. Ik denk, nou goed, kom ik wel voor de lunch. En ik had een kater, jongen. En dat was nog niet mijn zuiptijd. Rechtgehaarde kater. En ik zat dan op het station Nijmegen en er werden allemaal ingewikkelde dingen omgeroepen. Want ik moest naar Os. En toen dacht ik nog heel even van, hey, volgens mij valt de trein uit. En dan ga ik weer lekker terug naar Arnhem. Dan ga ik naar de supermarkt en ga ik bier kopen. Ja, ik was heel creatief in die dagen. Maar de NS die bood excuses aan voor de vertraging. Maar ze hadden toch een vervanging gevonden. Weet ik veel, de chauffeur. De machinist was ziek of zoiets. Een vervangende machinist gevonden. Toen ging dat ding rijden. Toen dacht ik, oké, dan maar. Of vanaf het station naar de woning van Vulko. Vulko en Yvonne. Dat was wel een eindje lopen. Maar ja, ik had toch een kater van je welste. Dus als dat lopen alleen maar welkom. Helemaal moe gelopen kwam ik eraan. En nu, ja, ik heb dan geen hoofdpijn en zo. Ik ben ook niet echt misselijk. Maar ik heb geen honger dan, hè. Dan staat de idee aan eten, staat me dan tegen. Er was echt een hele tafel met allemaal broodjes en kaas en worst. Ja, ik kwam dus niet voor de lunch in principe. Ik kwam om die mensen even te spreken. Toch leuk om allemaal weer bij elkaar te zitten. Nou, toen heb ik een beetje soep naar binnen weten te werken. En mijn maag dacht van, wow, die soep, dat kan wel. Nou, als die soep erin kan, dan heb ik nog een stukje stokbrood gegeten. En dat bleef allemaal, ja, dat viel prima. Toen nog een beetje soep en toen een kopje thee. Nou, dat voelde me prima. Nou, dan was het feest voorbij en ik denk, ik loop weer terug naar het station. En toen zei Kees van, nee, we brengen je wel even naar Arnhem. Want hij moest naar, ze wonen in Gorssel. En vanuit Os kom je dan zo goed als langs Arnhem. En ze hadden een hond bij ze. En dan zouden ze gaan wandelen ergens daar in Arnhem, in het noorden. Ik heb ook wel eens gewandeld met honden. Heel beroemd zo'n stuk is dat. Daar mogen honden vrijlopen. Dat is toch erg leuk, of je ze niet aan de lijn te hebben. Honden vinden dat heerlijk. Iets met de woeste dingen of zo. Ah, we rijden wel even naar Arnhem toe. Ja, dat vond ik natuurlijk wel aardig. Dat hoefde niet, maar... Ach, waarom niet? En ik zat voorin en Kees zat achter het stuur. En Kees had die auto net nieuw. Of net nieuw, die had hij in december gekregen van zijn baas. En ik kijk op die teller. Ik hoorde dus dat hij pas een paar maanden die auto had, hè. Ik kijk op die kilometer teller, toen dacht ik, gadverdamme. Je had al een kilometers gedraaid, joh. Ai, 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 ai. En Kees is 1-2 jaar ouder dan ik, hè. Nou, Kees heeft een koophuis met een rieten dak en een vrijstaand huis natuurlijk. Dus onder architectuur gebouwd en... En een leaseauto aan de zaak. Ja, ik heb een Renault Clio met twee andere bejaarden. Als ik hem nodig heb, dan moet ik allemaal bellen. We eerst bellen met Wim Kruidentuin en dan met Martin. Dan zijn allebei zeggen, ja, we hebben hem niet nodig. Dat is ook nog een keer fout gegaan. Nee, want dat is even lekker luid. Dan moet ik 2 kilometer lopen voordat ik bij de Clio ben, hoor.
ook weer goed voor mij natuurlijk. Dus was ik helemaal boven op de bult. Met die Clio pleiten. Dus ik naar Wim gebeld. Ik zei, Wim, de Clio man, ik heb er alles niks. Oh, zei Wim, ik dacht dat je hem pas om 7 uur nodig had. Ik zei, nee, ik moest om 7 uur in Roermond zijn. Had hij hem uitgeleend aan zijn pleegzoon. En toen dacht ik, nou ja, op zich is het eigenlijk ook weer niet erg, want dan hoef ik, dat was om Lonneke weg te brengen. Ik heb zo'n leuk leven. Ik denk, alles past weer precies in elkaar. Hoef ik Lonneke niet weg te brengen vandaag. Kan ik wel lekker naar de supermarkt, dan ga ik bier halen, want er was nog in mijn zuiptijd. Lonneke gebeld. En gezegd, nou, een probleem. En Lonneke zegt, ja, een probleem. Jij hebt een probleem, want jij hebt beloofd dat ik vandaag naar Jeleen zou gaan. Dus ja, regel dat dan maar. Ik zeg, nou, oké. Nou, dan breng ik je naar het station, want ze heeft treinangst. Nou, en ik heb dus ook geen overchipkaart, dus... Oh, wat een ellende. En toen heeft Lonneke het voor elkaar gekregen. Dat zijn vrouwen, hè? Ik neem het Lonneke helemaal niet kwalijk, want het is een vrouw. Maar dan gaat ze echt zo helemaal van... Ja, nou, maar ik had toch echt gehoopt en ik zou het echt heel fijn vinden als je me dan... Jank. Nou, uiteindelijk die pleegzoon van Wim kaart het aan de lijn gekregen. En die zei, nee, dan kom ik hem wel even bij jou afzetten. Toen kwam de Clio bij ons vlakbij. En ik zat er op het terras met Lonneke te wachten... Dat die Clio zou komen. En Lonneke, wil je een Jägermeister? Ja, zei ze, één Jägermeister kan toch wel? Ja, 3 uur 's middags. Nee, zei ik, doe me niet. Doe mij nog maar, wat dronk ik ook weer? Een colaatje. Maar een colaatje. Ja, ik had een kater. Jägermeister was wel lekker geweest, maar... Ja, toch een takken en rijden, hoor, naar Jeleen. Dus 20 kilometer boven Maastricht, man. Dat is een heel eind. Ja, dat is een leuke dag. Ja, dan kwam ik bij de ouders en ik had nog steeds dus last van mijn maag. En die gingen dus aan de groentesoep met... het rook allemaal heerlijk. En wil je dan ook een kopje soep? Zeg, nee, dank u wel. Een glaasje water nog. Ja, ik had er ook echt niet op gerekend dat ik haar die dag helemaal naar Jeleen moest brengen. We hadden namelijk een iets andere afspraak. Ach, ze komt alles goed. Uiteindelijk. Maar toen ik haar opgehaald heb uit Jeleen, toen heb ik wel tegen mezelf gezegd van... je gaat dan wel soep eten daar. Ja, hier. Toen heb ik dat netjes een soepje naar binnen gewerkt. Toen had ik ook een kater. Ja, wat elke dag had ik... Ja, ik had ook bijna niet meer. Hè. Ik ben aangekomen. Ik kan ze dadelijk weer even wegen, maar de laatste keer dat ik gewogen heb, een paar dagen terug, 3 kilo erbij. Hè. Ja. Op 57 kilo is dat een behoorlijke toename. Iets of bijna 6%, 5%. 5% gewichtstoename. Mooi zo. En dat scheelt toch hoor, dat je dan ben je zoveel aan het zuipen. En, ja, dan gaat je darmflora van naar de rachmoeder heen. Dus behalve dat je door dat zuipen weinig honger hebt, je maag raakt ook helemaal overstuur. Maar je darmen, dat slaat ook helemaal nergens meer op. Die flora, ja, dat zijn dus de plantjes in je darmen. Dat was allemaal een rasmodemon. Dus je neemt ook helemaal niks meer op. Ja, vind je het gek dat je gaat afvallen? Ja, nu ben ik dus weer aan het aankomen. En, ja, en je voelt je veel beter. Ik heb nu al zin in die roomboterstaven met spijs.
En die thee smaakt goed, man. Heerlijk. Lekker thee zonder suiker. En binnenkort is die slagerij, want die was even met vakantie. Nou, dus is die mensen ook wel gegund natuurlijk. Oh ja, en in de plus zijn die soepies, die zijn maar 50 cent. En dat scheelt toch weer 15 cent. En in de plus keek ik nog even naar de melk. En die is daar 1,15 euro voor een liter. Denk ik, ja. Bij de Albert Heijn is die melk is 92 cent voor een liter. Ja, dat scheelt 22 cent. Nou, bij deze dure tent koop ik geen melk. Oh, dan ben ik naar huis gegaan, al die boodschappen. Ik had best veel. Een fles slaolie gehaald en een fles olijfolie. En dat vond ik nog een tijdje te dubben. Is dat wel duur hoor, die olijfolie. Dat was wel van 4 euro of zo. Ja, ik vind het wel lekker olijfolie. Niet om in te bakken en braden, hè. Dat moet je niet doen. Zonde van die olie. Maar wat je wel kan doen met die olijfolie, als je... Dat ga ik binnenkort doen. Dan ga ik een lekkere... Zo'n spaghetti saus maken. Dan koop ik dus niet van die kant-en-klare potten. Want dat kan ik zelf wel. Maar eerst uitje erin. Knoflookje erin. En dan heel zachtjes... een beetje verwarmen. En dat doe je dan met olijfolie. Dat kan het wel. Dat die ui niet gaat kleuren. En dat die knoflook niet gaat kleuren. Super laag vuurtje. Goed blijven roeren. Dat die ui dan een beetje glazig wordt. En dan kwak je die tomaten. Zo'n blik gepelde tomaten. Wat kost dat nou? Volgens mij heb ik er 52 cent voor betaald. Zo'n blikje. Niet zo'n groot blik, maar zo'n klein blikje. Dat is genoeg. Dan kan je 3 dagen van eten hoor. Geen probleem. Of champignons gekocht. En dan kan je zelf champignonsoep maken. Want ik heb nou uien. Die truc ken je toch wel, hè? Een champignonsoep, daar kopen heel veel mensen kopen zo'n pakje. Ja, maar waarom? Dat is helemaal niet nodig, man. Dat maak je net zo goed zelf. Het werkt als volgt. Gewoon een uitje doe je erin. Een beetje bakken de bak in de olie. Heeft wel een klontje boter erbij of margarine. Maakt een beetje smeuig. En dan doe je de champignons erbij. Nee, ik koop gewoon zo'n bakje champignons. En die chop. Ik geef het zelf. Champignons niet wassen, by the way. En niet onder de kraan houden. Niet doen. Dat is zonde van de champignons. En als ze een beetje vies zijn. Dat er van die zwarte spikkeltjes van de paardenstront of wat dan ook op zitten. Die haal je eraf gewoon met een stukje wc-papier. Of een stukje keukenpapier. Of zo. En van het zachte papier. Dan schuur je dat er even af. Maak hem schoon. Voor de rest chop. Die steeltjes, die onderkant, die zijn al gechopt. Dus die hoef je niet nog korter te choppen. En dan kwak je al die champignons erbij. Nou, die laten dan heel veel water los. Dan hoef je niet meer bang te zijn dat de uien gaan verbranden. Of dat de olijfolie zijn aroma kwijtraakt. Oh nee, die olijfolie gebruik ik natuurlijk niet. Gewone olie. Dat die uien dan niet. En dan kan je wat hoger. Dan ga je lekker. En als die champignons dan lekker van het garen geworden. Dan gooi je er een kwak bloem bij. En dat moet je even mikken. Hoeveel je daarvoor nodig hebt. En dan heb je klaarstaan een liter hete kippenbouillon. En dat maak je gewoon met bouillonblokjes. En dan giet je een hele grote scheut van die kippenbouillon knapje erbij. En dan begint de hele boel te binden. En dan laat je hem even doorpruttelen en is het klaar. Dan kan je dingen doen met kruiden en magie, wat je maar wil. Heb je je eigen champignonsoep? En daar betaal je helemaal niks voor. En als je dan zo'n pakje koopt. Zo'n pakje is ook al meer dan een euro. En er staat er ook nog op, zelf toevoegen de champignons. En ik, ja. En ik heb een bak champignons gehaald bij de Plus voor 82 cent. Ik was daarna bij de Albert Heijn om de melk te halen.
En dan kijk ik ook nog eventjes, hè, van aankomend bijstandtrekker. Wat zijn de champignons hier? Ja, dat was €1,15. Ik denk mooi zo. We kopen geen champignons meer bij de Albert Heijn. Dat was me veel te duur. Dat is wel leuk, joh. Je lacht helemaal kapot. Ik dan, hè? Ik ben de koning te rijden. Als ze dadelijk lekker een potje schaak spelen. Het gaat een beetje op en af, moet ik zeggen. Een paar leuke potjes gewonnen, maar ook een paar hele vervelende verloren. Wat ik helemaal niet leuk vond. Bah. Dan denk ik zo, dan had ik zo 1300 punten en dan speel je tegen iemand met 1100 punten en dan verlies je. Dan denk ik, ja. Ja, er zijn grenzen, vind ik hoor. Raak dat lekker. En binnenkort mijn dochter uitnodigen. Voor de tortilla. Dat gaat hem helemaal worden. Nee, er zijn weer veel goede dingen gebeurd vandaag. Ik ga ze dadelijk nog even de keuken in. Dan ga ik verder met die vetrotzooi achter het voornaamhuis. Als die dan enigszins dat je zegt van, wow, die lijkt mij wel iets van weg. Dan kan het van huis terug. Dan ga ik hem weer aansluiten. Dan kan de waterpomptang, die kan weer terug naar de gereedschapkist. En dan gaan we nadenken over de volgende klus van morgen. De laatste tegels moeten af. De keukenkastjes die hangen, die moeten even leeg. De glazen die ik heb, die zijn ontzettend vettig en toestanden. Die ga ik denk ik ook met die ontvetter aan. Die ik dan van 2,49. Maar die glazen even duchtig ontvetten. Even ondersproeien. Ja, en als die kastjes helemaal klaar zijn, dan is de woonkamer aan de beurt. En als die klaar is, dan is de badkamer aan de beurt. En als die klaar is, dan is de gang aan de beurt. En als die klaar is, dan is de voormalige kamer van mijn dochter aan de beurt. En dan is, als het goed is, alles klaar. Nou, het balkon aan de achterkant moet er even. En ik wil wat kruiden. Ik heb nog van die mooie plantenpotten. Even die schotels even regelen. Via Wim Kruidentuin. Goede potgrond. Koriander bijvoorbeeld, als je dat lekker vindt, dat kan je heel goed zelf verbouwen. En korianderzaad, dat koop je bij de toko. Dat is geen probleem. En dat gebruik je dan normaal gesproken om te vermalen, dat is erg lekker. Je kan het ook gemalen korianderpoeder kopen, maar waarom? Ik heb een vijzel. Maar die zaakjes kan je ook in de grond stoppen. Dat is wel leuk hoor. Ja, een bieslook, dat kan natuurlijk prima. Ik koop van die zakjes met zaden. Ik denk dat ik heb zo'n gezondheidswinkel hier om de hoek. Die zullen dat wel verkopen. Is dan natuurlijk nog niet klaar als mijn dochter komt eten. Maar bieslook is toch lekker. Basilicum, dat misschien ook wel kunnen. Ja, daar ga ik eens even over nadenken hoe ik dat aan ga pakken. Misschien op de kamer van mijn dochter met van die ledlampen erboven. Iedereen denkt dat ik een wietplantage aan het runnen ben. Dan valt de politie binnen en dan staat er alleen maar
koriander, basilicum, rode peper. Oh, nee. Hey, super bedankt voor het luisteren. Ik moet echt even de keuken in. Voldane blik kijken naar mijn eigen mooie werk. En ik denk, ja, morgen ga ik geen uitzending doen over zoveel dagen droog geduurd. Dus ik denk niet dat er morgen iets bijzonders gaat gebeuren. Ik ga gewoon lekker door met schoonmaken. Nou, dat ik mijn ID-bewijs krijg, dat lijkt me ook geen mijlpaal. Misschien 7 mei, als ik dan weer bij de SOS ben geweest. Misschien dat ik daar wat leuks hoor. Dan hou ik jullie wel op de hoogte. Ga er maar vanuit dat het bij mij hartstikke goed gaat. En ik ben zo iemand, ik deel mijn geluk in die zin dat als ik gelukkig ben, dan kan ik ook wat betekenen voor een ander. Want anders heeft het geen enkele zin voor mij om gelukkig te zijn. Uiteindelijk doe je toch alles wat je doet. Dat doe je omdat het gaat om andere mensen. Als je denkt over je bestaan, zoals ik dat doe. Denk daar maar eens over na. Dat kan ook voor jou gelden. En dat is erg prettig hoor. Zo bevrijdend, man. Christus heeft gezegd, geef alles weg. Boeddha heeft gezegd, hecht je niet. Het is veel beter voor je. Ik heb in eerdere uitzending al verteld dat ik dus, ik ga zo goed als nooit naar de dokter. Dus het is jaren terug, man. Ik ben eigenlijk nog nooit voor, ja, toen ik 21 was of zo, toen had ik een keelangina. Ik dacht dat ik dood ging. En ik had zo'n hoge koorts dat ik. Ik kreeg een delirium of zo. Ik zag allemaal vreemde spoken, geesten, rare kleuren. Ik ga dood. Ja, dan was ik 21. Dat is alweer 40 jaar geleden. En daarna ben ik nog wel naar de dokter geweest, maar dat waren dino's. Dat ik een verrat had, of ik had een plek met eczeem. En dat kwam alleen maar doordat ik veel te vaak en veel te lang onder de douche stond. Dan ben ik daarmee gekapt. Ja, eczeem zal maar echt. Ja, vind ik gek. Zonder pillen, hè. Ik weet nog, ik was een keer bij de dokter. Dat was er een allopathische arts. Had ik ook eczeemproblemen. En die had mij dan een of andere hormoonzalf of zo gegeven. Zo'n recepten. En ik naar de apotheek hier in de Steenstraat. Die daar nog zat. Die is nou weg. Ja, daar zit nou een fietsen maar. Fietsen verkopen, dingen. En er stond een meisje met een hoofddoek. Een beetje Marokkaans uiterlijk. Dus dan denk ik, nou, dat is een Marokkaans meisje. Maar keurig Nederlands. En ik geef haar dat recept. En ze kijkt naar het recept. En die kijkt mij aan. En ze zegt, meneer, dit is helemaal niet gezond. Dat zal ik nooit van mijn leven vergeten. Ja, dan kan Geert Wilders wel lopen zeiken over die Marokkanen. Het was wel een Marokkaanse dame die even mij erop attendeerde dat wat de dokter had voorgeschreven, het is helemaal niet gezond. Dat was het met een of andere huidhormoon ding. Ik zal de naam niet noemen, voor hetzelfde geld ga je het nog vragen aan je dokter. Maar dat moet je dus niet gebruiken, dat is niet gezond. De naam schiet me even niet binnen, maar dat is het teken. Hey, super bedankt voor het luisteren. En op zijn hamburgers, zag ik tjus en dag lieverds.